Mind the way, tomorrow do any plan? Eerst naar het schooltje en dan naar Bagger. We zijn hier op het schooltje dat door Erik is opgezet. Al het geld dat hij verdient met het guesthouse steekt hij in dit project. Kijk, een klein prinsesje wordt door haar vader naar school gebracht. De juf die staat te wachten. Dat is echt heel mooi. My name is Rob. Het is echt heel ontroerend om te zien. Heel mooi. Wil je meer weten? Kijk dan in de omschrijving. Daar zullen we een link opnemen. Naar dit fantastische project van Erik. De bus to Bagan? Oké. Say bye to my friends. Oké, thank you. Thank you. Say bye to my friends. Come on. Het is moeilijk wegkomen hier. We kregen net nog wat drankjes aangeboden van waarschijnlijk de moeder van de meisjes die we eerder ontmoet hebben. Maar ja, we moeten nu echt weg hier, hoe gastvrij ze ook zijn. Op naar Bagan. Ze willen het zelf doen. Hopefully we come back soon. Yeah. Okay. And take good care of everything. That do you? Yeah. Ik heb net even wat eten aangeboden van de chauffeur. Show me. Show me. Daar jij geen loop. De paard. Beetje spinazie met boontjes van de chauffeur hier. Dit is hem. Bitter. Hij zegt, geef die mensen goed te eten. Ze verdienen het. Tea. No. Ja. Doe quick. Doe quick. Toch handig zo'n woordenlijstje in de Lonely Planet. Bestel de thee. Ik krijg een glas bier. De 12 zit er niet in de klok, maar vooruit dan maar. Cheers. Wat gaan we nu weer eten? Altijd goed rijst. En dit moet een sweet and sour zijn. En wat hebben jullie? Het lijkt alsof je niet zo blij ermee bent. En Laura niet, er zitten bordjes in. Thank you, Jesus. Gaat het dus? We zijn 3 uur verder. Ik ben best wel moe. We moeten op de een of andere manier nog naar Nyang Hu zien te komen. En daar moeten we nog een hotel regelen. Het ging eigenlijk voorspoediger dan verwacht, want we waren nog een beetje aan het bepalen wat we gingen doen. En toen kwam deze tuk-tuk aanrijden, dus op naar het hotel, wat we in gedachten hebben. Dat is oké, je kunt stay in dezelfde bed als je prepared. Kunst op het toilet, toiletpot met bidet en de amenities, wasbak en de föhn. That's me. Andere kant.
Daar gaan we dan. In the middle of nowhere. 1:10, dat is wel leuk. Ja, waarom niet? Nou, we zijn dus nu op weg van het hotel waar we net zijn ingecheckt naar een mogelijk nieuw hotel waar we morgen gaan inchecken. En ons vervoermiddel van vandaag is een paard en wagen. Het is best wel relaxed eigenlijk dit. Lijkt net wandelen, maar zo'n beetje moe hoor. We krijgen al meteen een goede indruk van al die oudheden hier in Bagan. Er was net een misverstandje over de prijs. De meneer van de car die wilde ons naar Old Bagan brengen, maar het hotel is toch echt in New Bagan. Nou, we gaan voor het laatste stukje van Old Bagan naar New Bagan. Gaan we met deze meneer in zee? Nou, we hebben het zo opgelost. We hadden afgesproken dat hij ons heen en terug zou brengen voor 10.000. Maar ja, hij heeft ons nergens naartoe gebracht. Middle of nowhere. Dus toen wilde hij nog 10.000 is in Edel. Toen zei hij, no, 7.000. Ik zei, nee, 6. Oké, ik heb hem dat gegeven en klaar. Toen ging hij boos weg. That's it. So be it. Dus het gaat niet om geld, maar het gaat om principe. Yeah, because on the way you can see everywhere, yeah, also with the air conditioning. Oh jee, nog achter het stuur. En hier zijn we in de kermis van Bagan. Hier gaan we naar boven om te genieten van de zonsondergang, als het goed is. Het is toch prachtig hier. Hallo, Minglawa. Zeker mooi. Gaat goed, Ed? We gingen eigenlijk voor de sunset, maar ja, die was uiteindelijk achter de wolken, maar was toch mooi.